Voordat deze video begint, moet ik jullie even zeggen wie de winnaar is van de Overwatch giveaway. Want ja, ik was dat vergeten, jullie snappen het zelf wel, oké. De winnaar van de PS4 Overwatch Origins Edition is geworden. Nee, net holo met zijn geweldige reactie. Natalia, je bent lekker. Dank voor je vette comment. Ik heb jouw berichtje gestuurd op YouTube. Als je niet antwoordt binnen het jaar of zo, dan zoek ik een andere winnaar. Ja, let's fucking go. Yo, dames en heren van mijn kanaal. Welkom, welkom. Het is enkele dagen geleden dat ik heb geüpload. En eigenlijk zit er daar hele logische reden achter, want ik had een tweede strike. Hij hoorde het goed, ik had een tweede strike. Die strike is weg en eigenlijk zijn al mijn strikes weg, dus mijn kanaal zit terug op 0 strikes. Er is heel veel gebeurd in de laatste dagen. Mijn channel is op een bepaald moment zelf weg geweest. Op een bepaald moment had ik 3 strikes en bestond Acid gewoon niet meer. En in deze video ga ik jullie een korte update geven van waar allemaal is gebeurd, hoe dat allemaal is gebeurd, bla bla bla. En vanaf morgen upload ik gewoon weer dagelijkse kutvideo's. Dus voor de mensen die gewoon een leuke video willen, sorry, maar dit is even informatief. Ik denk dat voor sommige mensen heel handig is dat ik dit zeg, omdat ik er op Twitter niet zo duidelijk over was. Dus laten we maar gewoon beginnen. Dus smash zeker een duimpje omhoog als je de video's tof vindt. En als je me support in video's maken en zo van die shit likes, dat doet gewoon mij gewoon echt goed. Dus smash zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's fucking go. Maandagavond heb ik een tweede strike ontvangen. Maandagavond is mijn video van die twee meisjes die aan het vechten waren in dat parkje gestrikt. De video was gestrikt voor de nieuwe reden van de Terms of Service. Het werd gezien als cyberbullying. Dus het werd gezien als cyberpesten. En ja, de video werd opgevangen in het licht van je zet mensen voor schut, bla bla bla. Dus ik kon 2 weken niet uploaden. En die tweede strike stond daar en ik wist niet wat ik moest doen. Ik ben heel kwaad geworden op Twitter. Ik heb allemaal shit op Twitter gezet. Ik had die tweede strike. Ik was fucking kwaad. Toen heb ik dus 24 uur gewoon gedacht van, yo, what the fuck kan ik nu doen? En toen heb ik een guy leren kennen die strike weggedaan heeft. Die strike was weg. En een half uur later komt die strike weer terug. Een half uur later had ik gewoon weer 2 strikes. En ik kon weer 2 weken niks doen. En dat is s'avonds gebeurd. Dus in die avond heb ik 4 claims en 2 strikes gekregen in minder dan 24 uur. Maar het was avond. Het was toen dinsdagavond. En ik dacht van, yo, dit is veel te lame. Ik ga slapen. En ineens kreeg ik een mail. Midden in de nacht. Dat ik een derde strike heb ontvangen. Mijn channel was weg. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik heb mijn hoofd gewoon terug op mijn kussen gelegd en ik ben gaan slapen. De reden waarom mijn channel weg was, was een copyright strike op mijn chick fix video. Dus ik had 3 strikes, mijn channel was weg. Ik word wakker en alle strikes zijn weg. Dan kan je zeggen, yo Acid, heb je dan niet gewoon gedroomd? No man, I have the emails. Dat was even flippen. En in die tijd ben ik ook gewoon in de video van Scars gekomen. Van de grootste nieuws YouTubers ter wereld. Ik heb fucking veel gesproken met hem in DM. Dus er is wel pittig veel gebeurd de laatste dagen. 4 strikes of zo. 4 claims. Mijn channel weg. Yo, can someone just kill me? Vanaf nu ben ik dus gewoon terug met normale video's. Ik heb 0 strikes. Ik ga geen fuck geven om die nieuwe terms of service. Die nieuwe regel houdt iets in dat je geen andere YouTubers en gebruikers voor schuit mag zetten. Boeit me geen fuck wat er in de nieuwe terms of services staat. Ik blijf het toch doen. En ik wil jullie gewoon even laten weten dat alles nu oké is. Ik had even getweet dat ik werk was gaan zoeken. Dat was ook zo, omdat ik dacht als ik 2 weken niet kan uploaden, heb ik geen geld. Want dat is al gefixt. Ik moet niet werken deze zomer. Ik heb er ook even aan getwijfeld of ik wel nog verder wou doen met YouTube. Maar toen even later dacht ik eigenlijk van, yo, YouTube is mijn leven. Het is hetgeen wat ik al altijd wil. Het zou stom zijn als ik dat nu opgeef. Je krijgt tegenslagen. Je voelt je heel slecht. Maar uiteindelijk voel je je toch altijd beter. Dus altijd lachen, zoals ik al gezegd heb. Niet laten downbrengen. En zeker niet voor de vakantie. Dames en heren, mijn examens zijn gedaan. Ik hoop dat jullie een fucking vette zomervakantie hebben. Ik ga het super vet maken op YouTube. Er komt super vette content aan, samen met andere YouTubers. Ik ben Acid. Sorry voor deze korte video. Ik vond het toch belangrijk. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bitches, adios. I'm the real guy. If you wanna talk to me, come to my house and we can talk. Ja, oké, we doen verder. Geo's point of view. Zo, die...